Dit moet jij niet hebben verwacht toen jij bij Den Bosch tekende, denk ik. Jullie staan gewoon bovenaan. Ja, nee, dat had ik ook niet verwacht, nee. Ja, dat is wel speciaal natuurlijk, absoluut. Ik denk dat we dat, als we de afgelopen jaren niet voor mogelijk hadden kunnen houden. En dat we er nu staan, dat is wel, ja, wat ik zeg, speciaal. Maar je moet ook niet vergeten, dat we zijn nog niet op de helft van de competitie. We hebben nog een heel lange weg te gaan. Maar natuurlijk, als je na 16 wedstrijden bovenaan staat, dan begint het wel ergens op te lijken natuurlijk. Ja, ik denk dat we niet te veel bezig moeten zijn met waar we op de ranglijst staan. Alleen, het is wel leuk meegenomen als je er staat. Om dat toch nog een beetje positief te blijven. Voor het eerst in 11 jaar staat FC Den Bosch weer eerste. Daar maak jij dan onderdeel van uit. Dat moet wel mooi zijn. Ja, alleen aan de andere kant, als je nu 3 wedstrijden op rij verliest, dan ben je er weer vanaf en dan praat waarschijnlijk niemand er meer over. Dus het is leuker als we daar het einde van het seizoen staan. Ja, tuurlijk. Kijk, als je vanmorgen dan op internet kijkt en je ziet dat je clubje bovenaan staat, dus ja, dan geef je dan natuurlijk een lekker gevoel. Daar ga ik niet over liegen. Alleen, ja, wat ik zeg, het is vooral zonde, zeg maar, dat we gisteren gewoon punten laten liggen. Want ja, je kan gewoon een gaatje slaan met de ploeg onder je. Hoe schat jij de rol in van de nieuwe eigenaar, wat nog steeds niet helemaal officieel is, maar van Kaki Jordania? Heeft hij heel veel invloed? Heel veel. Ja, tuurlijk heeft hij wel invloed. Er zijn natuurlijk wel wat dingen veranderd op de club. Als je kijkt naar de spelersgroep, hebben we ook een grote selectie. En dat zijn wel veranderingen die natuurlijk meespelen. Het is een beetje koffiedik kijken, maar had Den Bosch hier gestaan als hij niet was gekomen? Ja, dat is lastig. Maar ja, dan was het in ieder geval een heel stuk moeilijker geweest. Hè. We hadden denk ik begin van het seizoen 16 spelers. En dan wordt het heel moeilijk om de competitie in te gaan. Helemaal in een sterke competitie als dit jaar. Dus ja, het is moeilijk om te zeggen. Maar heel eerlijk gezegd denk ik niet dat we dan zover waren geweest.